Oké, het is een hele aparte video vergeleken normaal. Ik ben hier met Sanne, hi. Danielle, Redouan en waar is Eva? Ik kijk gewoon even. Eva. En Eva daarachter. En we staan nu in de rij voor iets. Voor Believe It or Not. Believe It or Not in Amsterdam. En we gaan naar binnen, we gaan een kijkje nemen, kijken wat het is. Ja, als we naar binnen mogen. Als we naar binnen mogen, ja. Dus we wachten op antwoord. Darling. Guys, een fucking grote sigaar hier. Moet je kijken. Hier zit toch de zwaarste spin ooit? Ja. Ah! Dit is fucking ziek. Dit is gewoon een opgezette kat. Dit is van de kannibalen, dus een troon. Ja. Jongens, dit is fucking erg. Waarom ziet dit er zo echt uit? Ik vind het nog steeds zo bizar dat mensen dit kunnen. Ja, ik zag. Kijk die ogen, dat is toch eng? Kijk dit. Jongens, kijk die slaan. Wat doe jij? Oh shit, dit is fucking ziek. Dit lijkt me zo eng, hè? Dit heeft dus echt bestaan, het wolvenmeisje. Dadelijk wordt ze ineens wakker, doet hij zo. Kijk diep in de ogen van dit ding. Het is een wolvenmeisje, kan wel. Ja, het is fucking ziek. Je ziet gewoon die boosheid uit die ogen daar. Dat is wel raar. Gekke boosheid. Een slang getraind dat hij door zijn neus gaat en zijn mond eruit. This way. Holy shit. We gaan die enge route, Eva. Oh my god. Shit, we gaan die enge route. Just ignore all those things. Oh my god, kijk. Weet je als je vraagt in de fuck off, als je mij laat zien. Ik ga het alleen filmen. Jongens, we lopen nu via de enge route. Er zitten allemaal dingen hier. Wat is dat? Het gaat sowieso over. Dit is helemaal niet zo eng. Een alien! Omdat je gewoon eng zit. Dan gaat ze daar zitten bij dat mens. Wat is dit? Je kunt ik heb vast. Ik had je vast. Kom maar, je kan hier niet in. Je kan je hoofd daar achter zetten. Wacht, iemand filmt een stukje voor mij. Jezus. Maar daar schrok ik ook van. Oké, okay, Mitchell gaat in die tunnel. En dan kom je bij deze aliens uit. Mitchell, doe wat je op woord wordt. Kijk dit man, het is fucking ziek. Wat de fuck? Mitchell, doe wat je op woord wordt. Hé, dit zijn glazen ogen. Kapot droog. Dit is helemaal niet zo eng. Waar stressen jullie om? Maar guys, besef even dat dit echt gebruikt werd vroeger, hè? Alles hier werd echt gedaan. Ja. Kijk dit ook. Dan zit je daar met je lichaam in. En dan gebeurt er letterlijk dit. Ik kan het hoor. Je zit in die oog. Wat is dit? Kan je in de... Zit een camera. Hallo, draaien hoor. Oh shit. Oh shit. Hey. Wat de fuck? Ik ga echt een naam. Wat de fuck man? Ik ben niet tegen. Holy shit, Sanne. Sanne, lukt het? Jezus. Hé, ik heb gewoon een beeldschermpje van mijn kaart. Hé, dit staat fout! Kijk hoe dit eruit ziet. Jongens, ik val! Ik loop recht, maar het lukt niet! Eva, antwoord. Oké, ik ga het doen. Oh my god. Hé, hey, Danielle, die draait rondjes. Ja. Ik heb hier niks voor betaald. Wacht, ik ga mijn gezicht. Kijk mijn neus. Ik wil vast niet, doet niet er wel. Eva. Ga mee samen. Kan je zien dat mijn hoofd is? Ja, oh my god, het lijkt echt op jou. Jongens, we zitten in een 5D bioscoop, hoor je Eva. Hoe bevalt het beetje? Ja, ready. Oh, we zitten in een trein. Oh yo! Oh shit! Oh shit! Oh. Shit!
leeg helemaal. Oké, guys, we zaten net in een 5D bioscoop of zo. En je bewoog me en alles. En op een gegeven moment kwam er zo'n draak of zo. En dat was echt vage shit. Want die stoel ging trillen, maar ik dacht dat mijn telefoon ging. Ik dacht dat het mijn telefoon was. En toen dacht ik, die heb ik helemaal niet in mijn kontzak. Maar. Oké, het was fucking vet om mee te maken. Jullie hebben een beetje gehoord of zo. Jullie hebben niks kunnen zien, want het was best wel donker. Maar in ieder geval, thanks voor de toffe avond in dit museum. Het was wel grappig, toch? Het was wel grappig, toch? Ja, toch? Sanne, was wel grappig, toch? Dit was echt heel leuk. Er kwam een spin en het was heel leuk. Ja, maar bij die draak ging die stoel trillen. Ja, die stoel ging trillen. Dus het was trillen. Dus dat ging echt als vibrator als het bij je kont. En dat was niet zo fijn. Ik kan hem niet vinden, Jesse. Hé? Dit is kut. Dit is echt een kut. Ja. Huh? Dit is echt een vals dingetje. Ja, heel vals. Ja. Wacht. Zo speel je hem toch? Nee. Gekke maestro hier. En ik kan nog Nobody to Love. Het is vals, het is te vals. Het is echt om te huilen. Het was super gezellig, was super grappig. Ja, hallo iedereen. Vet nice. Dus het zit zeg maar naast de dam en het heet Ripley's. Zeg maar tegenover de Bijenkorf. Tegenover dan de heb Bijenkorf. Je bij tours en tickets. Heb je dat winkel met dat paarse licht daar. Ja, en die groene dan. Ga erheen. En zeg dat je van Mitch Voeten zegt dat je van Mitch Voeten komt en je krijgt korting. Bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doe een duimpje, like, abonneer. Doei.